Het is natuurlijk Becky Ofino, de knappe Amerikaanse, die daar verwelkomd wordt door Bela Karolia. Het gaat hier zeer snel, u moet ons excuseren, kijkers. We kunnen ook maar commentariëren wat op het scherm komt. En als natuurlijk het nummer niet op voorhand aangekondigd wordt, dan is het soms moeilijk om van ver onmiddellijk de gymnasten te herkennen. Dit is inderdaad Becky Ofino, getraind net als Kim Smesgal in de club van Bela Karolia. Het meisje dat het zo schitterend heeft in Indianapolis. En die is trouwens getipt wordt als een grote favoriete voor de bal. De bal waar zij zo prachtig die dubbele pirouette kan uitvoeren. Het is ook een mooie gymnaste in de zin dat zij uitreist boven de kleine turnstukjes. Zoals bijvoorbeeld Kim Smesgal. En ze heeft ook veel meer uitstraling natuurlijk. Moeder is Roemeense, vader uit Nigeria. En dit is het resultaat. 9,85 en dat brengt haar maar op de vierde plaats. Maar goed, het komt erop aan van hier binnen de eerste acht te eindigen om te kunnen meedoen aan de finale zaterdag en zondag. Maar ja goed, de uitslag is toch ook wat richtinggevend. Xolani, dat is de man die, als we het hebben, enigszins kunnen bijhouden. Derde is geëindigd aan de ringen. Nu, morgen en overmorgen, er begint men sowieso met een score 0. Maar we zien de man dus zeker terug aan de ringen. En hier is hij dus aan het paard met bogen en kijk, het is dus mogelijk dat men in die eerste rotatie zich weet te kwalificeren voor twee toestellen. Techniek zoals de grote Hongaarse turners, denken we maar aan Magyar, ook een trendsetter uit de eind 70, begin 80er jaren. Wist zich ook op het laatste wereldkampioenschap te plaatsen voor de finale van de 36 beste. Dat wereldkampioenschap werd hij overigens 19e en zijn team 8e. En dat was belangrijk, want dat betekende de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat is een schitterende Jurtsenko met volle schroef. Was dat nu de eerste of de tweede sprong? Silvia Mitova uit Bulgarije, die zien we straks nog bij de balk. En die zou ook de brugrit hebben moeten afwerken en die komt ook nog eens op de grond. Dus een meisje dat zich voor vier finales heeft weten plaatsen. We weten nog niets over de punten van Becky Ofino. En dat is toch wel jammer dat we niet een klein beetje tussenstanden krijgen. Maar ik veronderstel dat dit met de finales vlotter zal gaan. Want anders is het onmogelijk om natuurlijk een echte wedstrijdgebeuren te verslaan. Tweede sprong voor dit meisje. En dat is ook een goed uitgevoerde Jurtsenko met volle schroef. Mitova, daar nog eens in slow motion.
Hier gaan we nog eens kijken. De Yurchenko en 1 en 2. Het was inderdaad de Yurchenko met de dubbele schroef. Complexe sprong natuurlijk. Uiteraard is die natuurlijk nog een herhaling waard. Spijtig dat de benen daar gespreid werden. En dan heel vlot die landing voor toch een zo moeilijke en complexe beweging. Een van de nieuwe talenten, 9.875 en nog maar vierde dus, maar dus zeker toch in finale. Er wordt nu een Chinees aangekondigd. Daar is die man dan, prachtige turner. Li Chunyang. Beetje anders van lichaamsbouw dan wat we van de Chinezen, de andere Chinezen dan en de Koreanen hebben gezien. Buitengewoon goede rekturner ook. Maar ook uitmuntend op de grond. Was al finalist en bronzen medaillewinnaar op het wereldkampioenschap 89 in Stuttgart. Maar slechts 8e in diezelfde finale in 1991. Maar het is een knappe allrounder en dat bewees hij dus op het recente wereldkampioenschap door de 8e plaats te bezetten. En dat op amper 14e van het punt van de bronzen medaille. Aandacht voor Chunyang. Goed in gestrekt, goed in de eerste. Salto, salto. En dan mooi die punch salto tot licht op de grond. Je kent dat deel ondertussen wel al. Opdrukken naar handenstand. Andere gymnasten prefereren van dit deel. Thomas de handenstand om te bouwen. Nu heeft hij nog net de tijd om naar de andere kant van de 12x12 meter vloer te gaan om te eindigen met een dubbel gestrekte salto. Altijd een risicorijke onderneming toch om op het einde van een zware oefening die sprong te doen. Li Chunyang hier in herhaling bij die geschroefde eerste salto en dan gestrekte tweede salto. Wie is dit? Een Roemeens meisje, dat is zeker. Inger, en dat moet waarschijnlijk Mirela Pasca. De Katjev, zonder probleem. Een klein sprongetje daar voorwaarts. Maar die oefening niet helemaal gelukkig, Mirela Pasca, 16 jaar. Ja. 9-6-7-5, dat was de score voor Li Chunyang. En er wordt hier dus constant en continu streng beoordeeld. Dit is haar favoriete toestel. En dat was een mooie pull-in, back-out, afsprong. Dus dubbele salto met schroef in de eerste. En ik had gehoopt inzien dat men dat nog eens zou laten zien. Maar dat is uiteraard natuurlijk niet mogelijk als deze.